Ja, Simone Jalala, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Leuk dat je bent. Ja, ja, ik kom jullie speciaal opzoeken, want mij kwam ter oren dat er hier twee nieuwe stylisten in dienst zijn. Sinds wanneer werken jullie bij de kawaii? Ik werk sinds maart hier. Oké. Okay. Ja, dus nog niet zo heel erg lang. Een half jaar ongeveer. Ja. En jij? Ik ben 7 januari, heel specifiek, ben ik begonnen. Oké. Okay. En midden in de lockdown, dus de winkels waren nog dicht. En ik ben toen begonnen eigenlijk in een dichte winkel. Ja, en jullie zijn ook speciaal aangenomen als stylistes. Ja, verkoopspecialisten en stylisten. Precies. Dus we hebben een dubbele functie. Okay. Dus we willen niet zeggen dat we alleen de winkel mooi houden. Maar we adviseren de mensen ook op het gebied van verkoop. En dan vooral in raamdeco, kleuradvies. We denken mee met lichtinval, met het veranderen van meubilair om een beter gevoel in je woonkamer te krijgen. Ja, echt de inrichting voor het hele huis eigenlijk, daar adviseren we bij. Kunnen mensen ook een afspraak voor maken via de website. Okay. En dan reserveren we tijd en dan kunnen we het gewoon doornemen. Kijk, gewoon een heel uur met jou alles. Okay. Ja, en dat maakt niet uit over wat het gaat. Het mag kleuradvies zijn, mag voor de vloeren zijn, mag voor de indeling zijn, mag voor van alles zijn. Vorige week liep ik hier binnen, toen zag ik jou, toen was je bezig met een klant en toen was je ook wel bezig met het uitzoeken van verf. Maar toen was je echt met allerlei kleurenwaaiers in de weer. Ja, dus dat was waarschijnlijk ook kleuradvies. Ja, dat is wel heel leuk. En is dat ook jullie achtergrond? Want styling of styleren, hoe zeg je dat? Dat is natuurlijk best wel breed. Ja. Ik ben nog volop bezig met een opleiding ook die vanuit Karwei verzorgd wordt. Okay. En voorheen heb ik wel heel veel ervaring gedaan in de detailhandel, maar niet specifiek in de styling. Eigenlijk verschillende hoeken eigenlijk van de detailhandel. Ja. En jij zei het net al, want ik wil altijd weten waar ken ik iemand van. Ja, jij hebt bijvoorbeeld ook heel lang in de stationsrestauratie gewerkt. Goed, komt eigenlijk vanuit de horeca. Ja, ja. En daar deed ik eigenlijk ook zo'n soort dingetjes al, maar toen kwam ik meer vanuit de passie. En later is het doorontwikkeld in het verbouwen van mijn eigen woning. Oké. Okay. En eigenlijk door corona ben ik vorig jaar gaan nadenken wat ik nou wilde, wat ik nou echt wilde. En toen ben ik een thuisopleiding binnenhuisarchitectuur gaan doen. En vanuit daar, alsof het zo moest wezen, kwam deze nieuwe functie op mijn pad. En toen dacht ik, wie niet waar, wie niet wint. Ik ga het gewoon proberen. Ik kan hier heel veel leren. Ik kan hier heel veel productkennis opdoen. Want nergens een betere plek om productkennis op te doen eigenlijk dan bij de karwei. Want we verkopen alles. Ja. Echt alles, hè? Ja. Echt alles. Maar interieurstyling vind ik... Je kan het eigenlijk gewoon nooit verkeerd doen. Er zijn zoveel mensen, er zijn zoveel smaken. Ja, ja. En je kan... wat vooral belangrijk is dat je goed doorvraagt. Wat drijft een mens? Wat vindt een mens fijn? En daar zijn wij denk ik heel sterk in. Dat we goed kunnen luisteren naar wat mensen mooi vinden. En daar helpen wij bij om dat plaatje compleet te maken. En iemand mag ook nog altijd nee zeggen. Hè? Dus, het is echt een advies. Het is een advies, smaken zijn verschillend. Maar ik ben daar nooit zo handig in. Ik verdiep me daar ook zelden in. Maar je hebt wel bijvoorbeeld achter jullie een bruine bank. Ja. En dan zou ik wel willen weten, moet dat nou tegen een witte achtergrond of tegen een zwarte muur of dat soort dingen. En dat soort dingen weten jullie dus wel. Ja, dus daar kunnen we ook advies aan geven. Ook net wat mijn collega al eerder zei met lichtinval. En eigenlijk van alles kunnen wij advies geven. En nog vragen, jullie werken wel allebei, maar niet alle dagen neem ik aan. Hoe werkt dat? Je allebei 20 uur of 40 uur? Nee, ik werk zelf 38 uur. Oh, dat is volle bak. Ja, dus dat is volle bak. Ik ben voornamelijk dan op maandag vrij. Dus op maandag kan er geen afspraak gemaakt worden. Oké, dat is heel goed. Ja, dan ben ik ook vrij. Okay. Dus dan zijn we er niet. Dus dan, maar eigenlijk alle dagen van de week op maandag is er altijd iemand voor ons aanwezig. In het weekend werken we eigenlijk nooit samen, helaas. Nee. Maar altijd om elkaar heen. Zodat er eigenlijk ieder moment een styliste aanwezig is. En ook voor onze collega's is dat makkelijk om een van ons bij te kunnen roepen. Mocht er iemand echt op zoek zijn naar advies. Karwei noemt het ook wel klus en klaar. Dus eigenlijk voor de hele inrichting van het huis en alle klussen die gedaan moeten worden.
worden wij erbij geroepen en kunnen wij adviseren. Dus, hoe bevalt het natuurlijk de werkvloer? Wel, Marlon, die heb ik al een keer gefilmd. Toen was hij de hele dag druk bezig met verf mengen en zo. Maar die werkt hier natuurlijk ook best lang. Die is vergoed met meubilair. Ja, precies. Ja, dat klopt, ja. Maar er zitten wel meer een paar van die jongens bij de balie. Bij de klantenservice. Maar hebben jullie tijdens in? Is het gezellig? Zeker. Ja, goed opgevangen door de mannen. Ja. Super veel ervaring. Dus zijn veel mannen hier ook, hè? Of niet? Ja, wij zijn een beetje de vrouwelijke smaak die er nu tussen komt. Soms zie je die verbazing ook wel bij klanten, zeg maar. Dat, dat we dan toch ook over andere dingen kunnen adviseren. Want ja, in principe zijn wij ook verkoopspecialist natuurlijk, naast het stylisten zijn. Ja. En ook van de aansluitingen en de schroefjes en de dingetjes moeten we ook wel iets weten. Kijk, ik zal niet zo goed kunnen adviseren als een Marlon daarin. Maar dat zijn toch ook dingen waar wij ook wel iets van moeten weten. Dus soms is die verbazing wel heel leuk om te zien bij Het maakt ons ook echt een team op deze manier. Want zonder hun zijn wij niks. En, dat is zo. Nu zijn er dus heel veel vragen waar ze in het verleden geen antwoord op hadden. Die zijn nu ook kunnen beantwoorden. Precies. Dat wij er zijn. Ja, dat is een mooie Het is een super wisselwerking. En jullie twee zelf, kennen jullie elkaar al voordat jullie hier werken? Nee. En nu jullie doen waarschijnlijk ook wel veel overleg met elkaar, omdat jullie toch in hetzelfde hoekje zitten. Klopt. Dus inmiddels al een beetje vriendinnen? Nou, bijna zeker. Wel, dat is goed om te horen. We hebben zelfs buiten het werk horen we van elkaar, dus dat is altijd... Nou, dank jullie wel voor jullie tijd en een fijne werkdag. Graag gedaan. Dank je wel. Jij ook bedankt. Dankjewel.